Hallo en welkom bij de speluitleg van Battle Fries. Voor de setup leggen we de ketchup, de mayo kaart, klaar. En kiezen we een speciale sauskaart. Als je met vijf of zes spelers speelt, mag je nog een extra speciale sauskaart klaarleggen. Op iedere sauskaart gaan we een krokantje plaatsen. En de rest van de krokantjes mag je schudden en binnen handbereik plaatsen. Iedere speler kiest een van de kleuren waar hij mee wil spelen. Dat is een dek van negen kaarten. En de niet gebruikte decks mogen terug in de doos. Ik ben nu klaar om te spelen. In Battle Fries ga je fritten doppen in een van de drie sauzen. Iedere speler heeft dezelfde dek van kaarten. Ze hebben vier ketchupkaarten, vier mayo kaarten en één curryworst. De ketchupkaarten kunnen we enkel in de ketchup doppen of de speciale saus, behalve deze kaart waar dat dit icoontje op staat, die kan je enkel in de ketchup gaan doppen. De mayo kaarten kan je zolang maar manier enkel in de mayonaise doppen. En de speciale saus en opnieuw is er één kaart die je niet in de speciale saus mag doppen. De curryworst kan je in alle sausen doppen. Wat gaan we nu doen? Iedere ronde kiest iedere speler een van de kaarten die hij in een saus wil doppen. Die legt hij dan gedekt voor zich neer. Als iedereen een kaart heeft gekozen dan zijn we 1, 2, 3 en zeggen we de saus luidop waar we gaan doppen. Dus in dit geval gaan we in de mayonaise gaan doppen. Dan kunnen verschillende dingen voorvallen. Als meerdere spelers in dezelfde saus gaan doppen, dan scoren ze geen punten. Als drie of meer fritten in dezelfde saus zitten, dan gaan alle kaarten die erin gedopt zijn naar een aparte aflegstapel. Als er twee fritten in dezelfde saus worden gedopt, dan worden deze fritten onderaan bij de. Gelegd en deze punten kunnen dan in de volgende beurt gescoord worden als je als enigste in die saus gaat doppen. Dus als je als enigste in een saus gaat doppen, dan krijg je alle punten die onderaan de kaart liggen. Als er geen andere fritten liggen, dan mag je het krokantje nemen en dan scoor je die punten. Als er wel andere fritten onderaan liggen, dan scoor je je eigen kaart die je gedopt hebt en de andere fritten die onderaan de Kaart liggen. Deze punten mag je gedekt bij je voor je leggen. Dit zijn punten die je reeds gescoord hebt. Als er een krokantje gescoord wordt, mag je deze weer aanvullen. En dan is er nog de speciale saus. Iedere speciale saus heeft nog een speciale kracht. Deze krachten staan ook achteraan de regelboek uitgelegd. Bij de Brazil saus, als je daar als enigste gaat doppen, dus ook gaat scoren, dan mag je de speciale kracht gaan uitvoeren. En bij de Brazil saus: gaat dat in dat is alle spelers, dus ook de speler die scoort, hun gescoorde fritten gaan doorgeven aan de speler links of rechts van hun. En de speler die de kaart gewonnen heeft, kiest of ze iedereen naar links of naar rechts doorschuift. Dus enkel de fritten, niet de krokantjes die gescoord zijn. En dan is er nog de curryworst. Die kunnen we in alle sausen gaan doppen en die doet ook iets speciaals. De curryworst zelf is 0 punten. Als je als enige curryworst in een saus dopt, dan gaan alle fritten die op dat moment ook in de saus proberen doppen naar de aflegstapel en dan scoort de curryworst de saus alsof hij als enige frit daar aanwezig zou zijn. Dus in dit geval zou hij dan het krokantje gaan scoren. Als meerdere curryworsten in een Saus proberen doppen, dan worden de curryworsten verwijderd en gaan die naar de aflegstapel. Als er dan nog fritten over zijn die kunnen dan eventueel nog scoren op de manier zoals we daar juist hebben uitgelegd. Dus als hij als enigste hier overblijft dan scoort hij het krokantje en zijn eigen frit. Het spel gaat door gedurende 9 ronden. Dus als iedereen zijn kaarten op zijn, dan is het spel gedaan en dan tellen we de punten die gescoord zijn en dat zijn gewoon de cijfertjes van de kaarten optellen. Het is zo. Dit waren de spelregels van Battle Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.